I'm about to lose my mind. You've been gone for so long. I'm running out of time. I need a doctor. Call me a doctor. Een huisdier is natuurlijk gewoon een volwaardig gezinslid. En daar moet je goed voor zorgen. Maar net als een mens kan een dier ziek worden. Misschien een griepje of iets ernstigs. En dan, wat moet je dan doen? Dat kan ik natuurlijk nergens beter vragen dan bij de dierenkliniek. Een huisdier is eigenlijk, kunnen we wel zeggen, een volwaardig gezinslid. Ja. Hoe kan je daar nou het beste voor zorgen? Nou, een dier leeft in het nu. En die denkt niet, goh, als ik volgend jaar dit nog of dat nog kan. En een huisdier wil gewoon gelukkig kunnen zijn. Beetje eten, beetje drinken en hij moet zich lekker voelen. Maar goed, zoals de poesie achter ons, nou ja, die mankeerde dus iets. Hoe merk je dat als baasje op? Dat je huisdier zich niet goed voelt? Ze is wat teruggetrokken of ze loopt wat anders. Of ja, gewoon braken, diarree, dat zijn ook gewoon veel voorkomende klachten. Eigenlijk komt het een beetje hetzelfde op neer als bij mensen. Alleen mensen vertellen vaak, goh, ik heb buikpijn. En bij een dier zie je het of je ziet dat hij pijn heeft. Hij kruipt zich terug, hij piept. Maar als het beestje iets mankeert, raad je dan aan om toch altijd heel even een dierenarts te... Ja, zeker. Ja, dat is gewoon belangrijk. Je weet niet wat er is. Heeft hij een hele slechte vacht? Is het dan gewoon omdat het voer niet goed is? Of is het zo omdat er beestjes in de vacht zitten? Maar wat zou je ze aanraden? Wat is het beste voor je dier? Wat is het beste voor je dier? Als je gewoon een gezond, goed dier hebt, dan kan hij eigenlijk bijna alles hebben. Is het zo dat hij klachten heeft omdat bijvoorbeeld de vacht niet mooi is? Of toch omdat hij puppies krijgt, omdat hij te dik is? Of omdat hij last heeft van gewrichten? Dan kun je op ander voer overstappen. Je hebt voer gewoon voor dieren, voor honden, katten, grote, kleine, per ras kun je het indelen. En je hebt dieetvoeders. En vooral dieetvoeders zijn bij een dierenarts verkrijgbaar. En dat houdt eigenlijk in als een dier bijvoorbeeld last heeft van zijn nieren, dan heeft hij speciaal voer nodig. Dat kun je bij een webshop bij een dierenarts krijgen. Hoeveel verschillende soorten geneesmiddelen zijn er voor dieren? Nou ja, tegenwoordig zijn er heel veel verschillende soorten medicijnen. Medicijnen worden wel onderverdeeld. Je hebt vrije middelen, je hebt UDD, yeah. UDA en URA. Oké, okay. Maar is het dan zo dat, hè, want je kan geneesmiddelen, die vrije middelen, die kan je dus in een dierenspeciaalzaak, ja, of online kopen? Ja. Je, ja, kan ook online. Kan ook, ja hoor, kan zeker online. En als mensen daar dan vragen bij hebben, is het natuurlijk altijd makkelijk om even te vragen van, goh, hoe werkt dat? Welk middel kun je het beste gebruiken? Nou, dan hoop ik dat dit beestje hier achter mij ook zo meteen weer vrolijk naar buiten huppelt. Dat gaat wel goed komen met deze. Gelukkig.